Welkom bij de Home Workout. Vandaag doen we een kleine hip-hop routine. En eigenlijk bestaat deze hip-hop routine puur uit de 5 basics die we achter elkaar doen. Zodat je ook gelijk je basics kan oefenen en heb je eigenlijk een kleine choreootje die je kan herhalen. Dus op die manier kan je gewoon je basics drillen en dan houden jullie wel je skills on point. Wat we gaan doen, we gaan 5 basics doen in hiphop. De meeste van die mijn les volgen of die hiphop lessen hebben gevolgd, die weten deze basics. Zo niet, dan leg ik ze ook hier uit en dan heb je in ieder geval een aantal basic hiphop steps. Oké, nummer 1. Wat je gaat doen is je bounce, dus je zakt door je knieën. En wat je gaat doen is je gaat samenvoegen met je sidestep. 1, 2, 3, 4. Je stapt door je knieën en je stapt naar de zijkant. Ja? Zorg ervoor dat je bounce naar beneden blijft. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Dus een sidestep, uitstappen en je bounce gaat naar beneden. Nummer 2. Wat je gaat doen is een kickball change. Je kickt, je stapt en je stapt weer uit. Het zijn 3 steps. 1 en 2. Dus als ik met mijn rechterbeen begin, rechts bijstappen, links uit. Links kicken en rechts uit. Rechts bijstappen, links. Links bijstappen, rechts. En ook hier is het belangrijk dat je je bounce houdt, want die groove in hiphop, die is het allerbelangrijkste. Dus, de kickball change nummer 2. 1 en 2. 3 en 4. 5 en 6. 7 en 8. En hou je bounce, in dit geval naar beneden. 3 steps, nog een korte herhaling van je kickball change. Kick, bijstappen, uitstappen. Kick, bijstappen, uitstappen. Kick, bijstappen, uitstappen. Kick, bijstappen, uitstappen. Nummer 3. Deze heet de pepper seat. Wat je doet, is je handen, die zijn eigenlijk een soort van slinger. Die gaan om je heen. En dan een allerlaatste knipje in de lucht. En dan gaat hetzelfde been naar achter. Wat je krijgt is dat je met je lichaam mee moet. Bijna in een soort bodyroll. En dan spring je uit. Dus als we met onze rechterarm beginnen, gaan we naar de zijkant, 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 omhoog. En wat belangrijk is, is dat als één arm voor is, je andere arm achter je is. Dus je gaat draaien om jezelf heen met je armen. Dus als mijn rechterarm begint, is mijn linkerarm achter, naar de zijkant, naar de zijkant en vanuit het laatste been spring je in de lucht. Dus mijn rechterarm uit en ook mijn rechterbeen. Dus die laatste, die spring je uit. Dat doe je ook de andere kant op. Dus als ik hier ben geëindigd, ga ik met mijn linkerarm, rechterarm, linkerarm. Dan spring ik ook weer mijn linkerarm uit en mijn linkerbeen is uit. Ja, deze heet de pepper seat. Dus je draait om jezelf heen met je armen. En je lichaam neem je mee naar de zijkant. Dus hou het niet recht in het midden. Maar neem je mee naar de zijkant. En bij die laatste spring je op. Dus 3 keer en de 4e keer spring je omhoog. Nog 1 keer een herhaling. De pepper seat. De zijkant, 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 omhoog. Je armen draaien om je heen, om je heen, om je heen. En spring op. Oké, nummer 4. De ATL stomp. Wat je doet, is je kickt 2 keer met je voet uit. Alsof er een heel klein mannetje staat daar. En die moet je schoppen. En dan spring je die kant op. Dus je kickt 2 keer uit. 1, 2. En dan spring je die kant op. Zorg er wel voor dat je hem doorbounced wanneer je erin springt. Dus niet dat je gewoon dit krijgt, maar dat je wel erin springt. Hier zit uiteindelijk je groove. 1 en 2. 3 en 4. 5 en 6. Zak het door. 7 en 8. Ja, dus je kickt 2 keer uit. 1, 2. En vervolgens spring je naar je voet toe. Ja, dat is belangrijk. En als laatste de smurf. Wat je doet, is je hand is een vuist. En die steek je uit. En die gaat langzaam naar beneden. Met je bounce en je groove. Je hoofd neem je mee. 1 en 2. 3 en 4. 5 en 6. 7 en 8. Dus je arm gaat naar beneden. Je arm gaat naar beneden. Je arm gaat naar beneden. En je groove gaat in. Dus je bounce gaat in. En je hoofd neem je over. Ja? Daar zit uiteindelijk je saus.
Ja? Dus zorg ervoor dat je die meeneemt. Dan maak je van een hele saaie step anders. Maak je wel een overtuigende step met zelfs. Oké, okay. Ik ga alles een keertje herhalen. 1 tot en met 5. Dus nummer 1 is je sidestep met je bounce. Dus bounce in, sidestep naar de zijkant. Dus knieën gaan in naar de zijkant. Nummer 2, kickball change. Naar voren, zijkant. Kick naar voren, zijkant. Kick naar voren, bijstap, zijkant. Kick naar voren, bijstap, zijkant. Nummer 3, je pepper seat. Om je lichaam, omhoog. Om je lichaam, omhoog. Nummer 4, die ATL stomp. Kick uit, spring naar toe. Kick uit, spring naar toe. Kick uit, spring naar heen. En laatste, kick uit, spring naar heen. En de allerlaatste, de smurf. Maak van je arm een vuist. Bounce naar beneden. 2, 3 en 4. 5 en 6, 7 en 8. Muzikaat. Die je nodig hebt in hiphop. Succes!